Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Ja, ja. Val jij aan? Ja hoor. Ik ben Rudy Hammers. Ik ben Jeroen. Hi Jeroen. Waarom wou u naar Engeland toe? Nou, dat, eigenlijk is dat een heel verhaal. Dan zegt mijn vrouw altijd van, dus dat kun je makkelijk zeggen, je had een pest aan Duitsers en je wilde de Engelsen helpen om ze eruit te krijgen. Klaar. Wij mochten om 11 uur niet meer buiten zijn. En we moesten om 6 uur, mocht je pas weer naar buiten. Ik dacht, wat krijgen we nou? Daar hebben ze geen moer mee te maken. Dus zo langzamerhand kreeg ik een hekel aan Duitsers en de regels die ze maakten. Dus toen kreeg ik een ontzettende pest aan ze. En toen dacht ik van, ik heb een hekel aan alle Duitsers. En iedere avond kwamen er vliegtuigen over. Die kwamen uit Engeland. En die gingen dan naar Duitsland toe. En toen dacht ik van, die zorgen in ieder geval dat ze straks weer weg zijn. En toen dacht ik van, als ik straks klaar ben, dan ga ik naar Engeland. En dan ga ik mij daar bij de troepen melden. En dan ga ik wil ik meehelpen om ze eruit te schoppen. Het lijkt me ook heel lastig voor uw familie en vrienden om dan te weten dat u besluit om naar Engeland te gaan, wat een hele gevaarlijke beslissing is, toch? Jawel, maar ik heb het niet aan te veel mensen gezegd. Ik heb een paar mensen heb ik het verteld. De een zei van, oh, dat doe ik mee. Dat was Bob. Bob en ik hebben besloten, we gaan naar Engeland. Hij heeft er echt iets aan gedaan en hij is echt begonnen met iets te doen. En daarmee heeft hij zijn vriend ook nog zo ver gekregen om ook mee te gaan. En hij heeft er echt wel voor gezorgd dat wij nu gewoon in vrede kunnen leven. Als je dan zegt, ik ga naar Engeland, dan wil je natuurlijk de kortste route nemen. De meest eenvoudige route. Nou, en naar Engeland was met een bootje over het water. En dan was je er in een dag. Maar dan moest je wel een bootje hebben. Maar we hadden geen bootje. En we hadden geen geld om een bootje te kopen. En we kregen van niemand een bootje mee om te gebruiken. Dus toen zeiden we van, nou, daar houden we mee op. We gaan niet over zee. We gaan lopen. Dus gingen we naar het zuiden. Eerst naar België. Naar Frankrijk. Naar Spanje. Naar Portugal. En dan uiteindelijk zou je in Engeland kunnen komen. Kon je makkelijk zonder paspoort de grens overkomen? Of zonder papieren? Ja, het was heel simpel. Werd er niet gecontroleerd of zo? Of wat heb je? Werd er niet gecontroleerd of zo? Nee, als je het op de manier doet zoals het verstandig is, om als je weet dat iets verboden is en je weet dat er controle is, dan ga je uitvoeren wanneer is er controle. En als er controle is, moet je niet gaan. Maar als zij naar huis gaan, ga jij op het plaatsje waar zij controleerden, ga je er langs en zorg je dat je weg bent als ze terugkomen. Zo simpel was het. Hier heb ik nog een hoop dingen opgehangen die ik allemaal gekregen heb. Erelid van dit, een La Légion d'honneur van de Fransen. En de ere dit en ere dat. Staat u op deze foto? Ik sta op die foto, moet je drie keer raaien. Dan... Dat ben ik.
nog heel erg bijzonder en heel erg indrukwekkend om zijn hele verhaal te horen van hoe hij eigenlijk begon met heel erg klein verzet van volgens mij suiker of zout in de uitlaat van in de motor van Duitse auto's stoppen en dat het echt uitgroeide tot lid worden van de Prinses Irene Brigade en echt helpen om met het bevrijden van Nederland. Vond ik heel bijzonder om te zien hoe hij dat, hoe hij dat gedaan heeft. Ik had in de oorlog een pest aan alle regels die die Duitsers hadden geregeld. Maar ik had later pas in de gaten dat er ontzettend vriendelijke kerels waren die werkten voor de Duitsers en niet ertegen, want als zij dat deden, dan raakten ze hun gezin kwijt. Dan werd hun vrouw omgebracht, de kinderen werden omgebracht. Dus die kerels die waren heel voorzichtig, zoals ook in Nederland. Niet alle Nederlanders anti-Duits lieten merken dat ze waren. Ik denk niet dat ik zoiets zou durven. Ik vind, ik denk dat ik wel mijn soort van zou willen zetten, maar niet op zo'n grote manier. Door echt mijn leven echt heel erg in gevaar te brengen. Dus natuurlijk is het heel dapper van hem. Als kinderen zeggen van dat zo moet het helemaal niet. Het moet heel anders dat je dat moet doen. Je moet er iets van maken, je moet er iets voor zeggen. Je moet zeggen, dat klopt helemaal niet. Dat moeten wij niet doen. En dat moet je laten weten. Het verhaal was heel bijzonder, maar de man zelf was ook wel heel bijzonder. Aan wie of waar denkt u dan aan als het 2 minuten stil is? Waar ik aan denk op de 4e mei, aan mijn maatjes die het niet gehaald hebben en overleden zijn in de oorlog. Kijk, als hij er misschien niet meer is, dan betekent dat niet dat zijn verhalen er niet meer zijn. Dus zijn verhalen moeten wel blijven bestaan. Ik kan ze op school gaan vertellen, ik kan ze aan iedereen gaan vertellen en in de hoop dat zij ook denken van, hé, dit is echt belangrijk, dit gaan wij ook vertellen.